Tijuan Pichot gearresteerd. Speciaal concert voor kinderen met een beperking. En vandaag, Friday the 13th. Hallo allemaal, daar zijn we weer. Niet alleen de Surinaamse media, maar ook de Amerikaanse pers heeft er aandacht aan besteed. Onze Olympische zwemmer Tijuan Pichot is gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van diefstal en gebruik van creditcards van zijn zwemgenoot bij de Universiteit van Connecticut. De 19-jarige Tijuan werd vorig jaar nog uitgeroepen tot sportman van het jaar. Hij zou met de creditcards meer dan $12.000 aan inkopen hebben gedaan. Dit werd door de politie bevestigd. Het is voor de Surinaamse sport een shock dat dit is gebeurd. Maar ook de familie van Tijuan is erg geschrokken van het nieuws. Zijn vader, assembleelid Hesdy Pichot, gaat zo gauw mogelijk naar Amerika om zijn zoon bij te staan. De oudere zus van Tijuan, Shinger Pichot, is ook een van de topzwemmers van ons land. Ze is ook erg geschrokken en verdrietig over wat er allemaal is gebeurd. In een YouTube-filmpje geeft ze een reactie op de situatie. And yes, he was wrong. And yes, he'll pay for what he did. But in the end, it was a mistake. And the thing is, everyone makes mistakes. Big or little, huge or small, we all make mistakes. The only one who does not make mistakes is God. So as long as none of us are God, none of us should be judging. This should just be a learning experience that we have to learn out of. And not just me and my family, but everyone out there. And don't get this wrong, this is not me trying to defend Dig. This is just me stating facts. So think about that. De politie is nu nog bezig met het onderzoek. En Tijuan helpt mee. Zo verloopt het onderzoek snel en vlot. Iedereen kent de Go Glow. Aan het eind van elk schooljaar worden de best geslaagden van de lagere school in het zonnetje gezet. De Rotary die achter het project staat, heeft een lied gemaakt. Dit lied werd vandaag gelaunched op de Mohammed Tau School. Dit lied stimuleert leerlingen om nog beter hun best te doen. Om nog harder te werken op school. Zo worden ze misschien ook een go-glower. Go-glowers, ze hebben hard gewerkt. Ze zijn met meer dan 60 punten geslaagd. Ja, ik zou ook graag go-glower willen zijn, omdat ik het leuk vind. Dat je verschillende plaatsen gaat, je krijgt cadeautjes en zo. Het lied is nu op de Mohammed Tau School gelaunched, maar is binnenkort overal te zien en te horen. De tekst van het liedje probeert uit te leggen hoe belangrijk het is om daadwerkelijk te gaan voor het maximaal haalbare voor jou. Dat lied wil ons inspireren dat wij ook ons best moeten doen zoals de andere go-glowers. Het is belangrijk om je best te doen omdat je later iets in de maatschappij kan worden. Go-glowers worden wel eens als nerds gezien. Maar Guido en de kinderen zijn het daar niet mee eens. Ja, het idee dat de go-glowers nerdy zouden zijn, dat hebben ze zelf al vaker laten zien. Die goede, die topscorers, dat zijn fantastische kinderen. Dat zijn gezellige kinderen, dat zijn sportieve kinderen. Die zijn zeer veelzijdig. Een nerd is... Het zijn mensen die niet spelen, alleen lessen leren. Iemand die hun best doet op school, zijn geen nerd omdat ze ook spelen met andere kinderen. En niet alleen lessen leren, ook buiten spelen, ja, praten met mensen. Ja. Inderdaad, een go-glower hoeft helemaal geen nerd te zijn. Je hebt nog een half jaar om zo hard mogelijk te werken. En wie weet, hoor jij aan het eind van dit schooljaar ook bij de go-glowers. Het lied zal vanaf morgen op de Facebookpagina van de Rotary Club Fresh te zien zijn. Luchtvaartmaatschappij verrast passagiers. En ook dit jaar maakt het Leger des Heils gezinnen blij met een kerstpakket. Je weet het is tijd voor ons korte nieuwsblok. Het Leger des Heils heeft dit jaar weer heel veel gezinnen blij gemaakt met een kerstpakket. Deze actie doen ze elk jaar, maar voordat het zover is, worden op verschillende punten in stad en districten kerstpotten geplaatst. Iedereen mag hier een vrijwillige bijdrage in doen.
Personen die zo'n kerstpakket willen, moeten zich registreren bij het Leger des Heils. Deze pakketten zijn alleen bestemd voor mensen die het niet zo breed hebben. Dan kunnen zij ook genieten van prettige kerstdagen. De kerstpakketten worden tot en met 24 december verdeeld. Passagiers die met WestJet Airlines hebben gevlogen, hebben de verrassing van hun leven gehad. Deze Canadese luchtvaartmaatschappij had besloten haar passagiers een leuke kerstcadeau te geven. En dat cadeautje mochten ze zelf bepalen. What are you looking for Christmas this year, Cohen? A choo-choo train? Ho, ho, ho. What would mommy and daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. Ho, ho, ho. A big TV. What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Daarna worden de presentjes snel gekocht. Echt alles wat de passagiers hadden gevraagd, werd voor hen gekocht. Toen de passagiers eenmaal waren geland en op hun bagage wachten, kwamen ineens in plaats van koffers cadeautjes tevoorschijn. Wat waren de mensen verrast en super blij. Voor de luchtmaatschappij is dit een succes geworden. Ze hebben niet alleen happy passagiers, maar ze weten dat hierdoor nog meer klanten bijkomen. Want ja, wie houdt niet van zulke leuke verrassingen? De muzikanten van Yannick Hewitt Quartet zijn speciaal in Suriname voor het Gala-concert van de Kota. Vandaag heeft het kwartet een bijzonder mini-concert gegeven aan scholen waar kinderen met een beperking op zitten. De kinderen zitten allemaal geduldig te wachten, want over enkele minuten gaat het beginnen. Speciaal voor hen een mini-concert. Niet alle leerlingen kunnen goed horen wat ze aan het spelen zijn, zoals de kinderen van de Kennedy School. Die hebben een gehoorbeperking. Met ballonnen kunnen zij de trillingen voelen van wat afgespeeld wordt. Behalve alleen optreden heeft het Yannick Hewitt Quartet ook lekker gebabbeld met de kinderen over de verschillende instrumenten. Hoe groter een instrument is, hoe lager de noten zijn. En we hebben net gezien dat deze viool was een beetje groter dan deze viool. Dus gaat zij lager of hoger? Oké. Volgens mij klopt het helemaal. Applaus nee, voor het is ongelooflijk mooi om voor de kinderen hier terug te kunnen komen. Dat is een van de mooiste redenen die wij die we hebben om überhaupt om concerten te geven. Dus wij kijken elk jaar gewoon weer ontzettend uit om hier terug te komen. We zijn ontzettend blij dat we dit kunnen doen en vinden het fantastisch mooi. Dus dit is het beste wat we kunnen doen. De kinderen hebben flink genoten. En Yannick Hewitt Quartet eindigde het concert met een bijzonder extra instrument. Morgen is het Gala-concert van de Yannick Hewitt Quartet. Met dat geld worden goede doelen ondersteund. Niet onder een ladder lopen. Oppassen voor zwarte katten. En liever niet trouwen op deze dag. Het is vandaag vrijdag de 13e. Voor degenen die erin geloven is vandaag een enorme pechdag. Een ongeluksgetal die 13. Om te weten welk getal het ongeluksgetal is, hoef je alleen de letters in dit woord te tellen. 13 wordt al jaren gezien als een ongeluksgetal. En valt dit dan op een vrijdag, dan wordt het een enorme pechdag. Tenminste, dat geloven sommige mensen. Het bijgeloof voor vrijdag de 13e kwam pas aan het eind van de 19e eeuw. En echt populair werd het met de horrorfilms in de 20e eeuw. Friday the 13th. Personen die echt bang zijn voor vrijdag de 13e lijden aan parascevidecatriafobie. Maar natuurlijk gelooft niet iedereen in het ongeluk van vrijdag de 13e. Er gebeuren ook hele mooie dingen op deze dag. Vorig jaar werd in het Landshospitaal een drieling geboren. Voor familie Mohan was het een bijzondere dag, want ze kregen er 2 dochters en een zoon.
Ook vandaag zijn er een aantal baby's geboren. In het San ziekenhuis 5 en het Jaconesse ziekenhuis 4. Maar er zullen nog meer zijn, want ook in de andere ziekenhuizen zijn er nieuwe wereldburgers bij. En in het verre binnenland. Dus een ongeluksgetal of een pechdag? Ik denk het niet. Fijn weekend en tot maandag. Doei doei!